Hallo, mijn naam is Job van der Bijl en vandaag gaan we heerlijk koken. Het is augustus, het wordt mooi weer. We gaan weer barbecuen. Dus we gaan lekkere satésoorten maken. Ik heb eerder al een recept gepost van kipsaté, saté ayam. En ik heb nu een heel lekker recept van de saté kambing. Kambing betekent officieel geitenvlees. En dat maakt een super lekkere saté. Alleen geitenvlees is heel moeilijk verkrijgbaar in Nederland. Misschien in de grote stad, maar hier op de Veluwe is dat lastig. Maar wat wel goed voorhanden is, is lamsvlees. En in plaats van geitenvlees gebruik ik dus lamsvlees, lamsbout. Dus officieel mag het geen saté kambing heten, maar goed, het is een heel goed alternatief en het is een super lekkere saté. Heel veel mensen zeggen, ik hou niet van lamsvlees, maar dit is zo lekker. En iedereen die dit proeft, die eerder zei, ik hou niet van lamsvlees, vindt dit toch lekker. Dus ik raad je aan om het zeker te proberen. Ik heb een mooi malstukje bij de slager gehaald. In mijn geval de Turkse slager. En dan zeg ik van, ik ga de saté van maken. En dan snijdt hij voor mij een heel malstukje van de bout af. Dit gaan we even in blokjes snijden. Je mag eventueel de harde stukjes, de vette stukjes eraf snijden als je wilt. Ik geef je de arme kleine hondje. En dan snijden we het vlees in blokjes van pak een beet, ja, wat zal het zijn? Niet te klein, ook niet te groot. Dus dat ongeveer 2 bij 2 centimeter. En als je ziet, het is een prachtig mal stukje. En zo gaan we dat hele stukje even opsnijden. Zo. Dan heb ik hier nu 1 kilo heerlijke malse lamsbout in stukjes gesneden. En dat gaan we nu even marineren. Ik heb hier 3 teentjes knoflook. Die persen we even uit in het persje. Heerlijk verse knoflook. Mensen vragen wel eens, gebruik je veel knoflook? Ik zeg alleen met mate. Maar gelukkig heb ik heel veel mate, dat scheelt. Zo, dat is de knoflook. En dan gaat daar nog ketchup bij. En weet je, lamsbout, dat is best wel een luxe, dure vleessoort. Dus we gaan nu niet onze lamsbout, onze saté kambing verpesten met een slechte ketchup. Deze bijvoorbeeld moet je niet hebben. Die staat wel het meest in de supermarkt. Hij schijnt bekend te zijn, Konimex. Het heeft eigenlijk niks met de Oosterse keuken te maken, dus deze die kan weg. En de enige echte lekkere goede ketchup is die van ABC. Ik word niet gesponsord. Dit is gewoon door de kennis, wordt dit beschouwd als gewoon de lekkerste ketchup. Dus die gaan we in de marinade doen. 1 kopje. En dan gaan we zo een uurtje wegzetten. Roeren we het allemaal even lekker door elkaar heen. Een hele simpele marinade is het. Gewoon goede ketchup. Een paar teentjes verse knoflook. Goede kwaliteit lamsbout. En meer heb je niet nodig. Nu laten we even een uurtje staan. En in de tussentijd gaan we de saus maken. Bij deze saté gaan we geen pindasaus eten. Dat is zonde. Maar een lekkere pittige ketchupsaus. Dus terwijl deze staat te marineren, gaan we die vast even maken. Nou, terwijl de lamsbout lekker staat te marineren, gaan we een lekker sausje erbij maken. Daar hoort een lekker pittig ketchupsausje bij. Misschien pindasaus, dat is zonde. Doen we 1,5 kopje. Van de goede ketchup natuurlijk, hè, van ABC. Beste sausje nog niet, 1,5 kopje. 4 tenen knoflook even uitpersen. Knoflook. En dan 7 van die kleine pittige rabbitpepertjes. Die zijn wat pittiger dan de grote lombok. Halen even het
kontje eraf. Die kun je gewoon zo met de hand eraf breken. Even afwassen natuurlijk. En dan even heel fijn snijden. Ik snijd gewoon in hele kleine ringetjes. Dan gaat de rabbits erin, de saus. Sap van een halve citroen. Oh, daar gaan wat pitjes in. Even aan de kant. Een paar pitjes in, die haal ik even uit. Die hoeven niet. Klein scheutje olie erbij. Gewone zonnebloemolie. Beetje zout. Suiker hoeft niet echt, want die ketchup is erg zoet. En een theelepeltje pindakaas. Gewone normale pindakaas. Die gaat erbij. En dan gaan we allemaal even goed door elkaar roeren. Dan die pindakaas eventjes een beetje zorgen dat hij goed oplost. Roeren dat door elkaar. Dan heb je een heerlijke pittige, lekkere kruidige ketchup saté saus. Goed, die zet ook even aan de kant tot we zover zijn dat we de saté kunnen gaan prikken. Die moet toch nog eventjes marineren. Dus laten we even rusten. Zo, de satékammer heeft nu een uurtje staan marineren. Dus gaan we die even aan stokjes prikken. Als je op de barbecue gaat roosteren, dan moet je de stokjes even een uurtje laten weken in water. Dat ga ik nu niet doen. Dus ik ga hem nu in de oven roosteren. Kan ik in de koekenpan of de grillpan, dan hoef je de stokjes dus niet te laten weken. Dan prik ik gewoon drie mooie stukjes aan een stokje. Je ziet, het zijn vrij dikke stukjes en deze is het lekkerst als je een beetje rosé bakt. Dus niet helemaal gaar doorbakken. Het is ook niet helemaal vol, dat stokje, van drie stukjes. Dat is meer dan genoeg. De satékammer is nu geprikt. Ik ga deze dus ook even in de oven roosteren. Ik heb de oven nu voorverwarmd op 250 graden. Ik leg ze even op dit rekje. Van alle kanten lekker garen. Het vocht dat wordt dan opgevangen door het bakje. Dus dat is perfect. Zo, nou dan kan dat de oven in. De oven staat op 250 graden. En doe deze in. Deze hoeft niet zo heel lang, want deze is lekker als hij nog een beetje rosé is van binnen. Beetje rauw, half rauw. Dus die gaat er nu in. En dan wachten we dat even een paar minuutjes af. Nou, de satékammer zit nu ongeveer 10 minuten in de oven op 250 graden. Dus die moet nu goed zijn. Oeh, dat ziet er prachtig uit. Kijk eens, dat is lekker. Nou, die eens even serveren. Twee stokjes en doen we wat van die heerlijke ketchup satésaus eroverheen. Oh, ik zit wel te knoeien. Dat is niet netjes, maar maakt niet uit. En dan daaroverheen strooien wat fijn gehakte shallotjes. Fijn gesnipperd. Eens kijken wat lekker. Vond je dit nou een leuk recept? Like dan deze video. Abonneer je op ons kanaal. Zodat je op de hoogte blijft van alle andere leuke recepten die ik binnenkort ga plaatsen. Slam het makan!